Als morgens het licht door de gordijnen dringt, smelten je laatste dromen. Er klinken geluiden uit de achtertuinen. Een buurman stapelt stenen, een rammelende kettingkast. Het is vandaag de eerste dag om met iets te beginnen waar niemand aan begon. Thank you.
Het licht is rond en rolt naar alle kanten, de bergen op en af, de dalen door, de wezens in en uit en langs de planten, stijgt het de bomen in en gaat het alles voor. Waarheen? Ik vraag het niet. Ik kom, ik ga, omdat mijn handen en mijn voeten, mijn ogen en mijn hart zo moeten en ik het licht nu eenmaal zo versta.
Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze grootste angst is dat we onmetelijk krachtig zijn. We zijn het allerbangst voor het licht in ons, niet voor onze duisternis. We vragen ons af, wie ben ik? Dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn. Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Je bewijst de wereld geen dienst door je kleiner voor te doen dan je bent. Er is niets verlichts aan in je schulp kruipen om te voorkomen dat mensen in jouw aanwezigheid zich onzeker zouden voelen. Het is de bedoeling dat we stralen, net als kinderen. We zijn geboren om het licht dat in ons schuilt te manifesteren. Dat licht bevindt zich niet in sommigen onder ons. Nee, het is aanwezig in ieder mens. En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen. Wanneer we bevrijd zijn van onze angst, worden anderen door onze aanwezigheid automatisch van angst bevrijd. 94, laat je licht schijnen.